All About Senses. Tuigen die zinnenprikkelend werken. Zintuigelijke waarnemingen. All About Senses. We hebben twee projecten. Eén daarvan... Ja, maar waar gaat dit project precies over? Nou, het project is een samenwerking met het Rusthuis. Op de afdeling met dementerende ouderen hebben wij de opdracht gekregen om hun zintuigen te prikkelen. Door middel van thema's hebben wij voor gekozen. We hebben hier het thema kermis naast ons staan. Dit moet de ouderen hun zintuigen eens prikkelen. Je hebt het idee en wat volgt dan na het idee? We hebben dan de doos ontworpen natuurlijk. Dan hebben we de afmetingen bepaald van hoe willen wij dit, hoe groot willen we het gaan maken. Dat hebben we ook eigenlijk iets te groot gemaakt, maar dat maakt niet uit natuurlijk. Het is nog altijd een prototype. En dan heb je materialen besteld, in elkaar zetten. En dan moet je nog het hele project, eigenlijk een project apart met Arduino, om de LED te besturen, de joystick te besturen en de knop te besturen. Wat vond jij de interessantste uitdaging in dit project? Ik vond het interessantste aan dit project de Arduino's programmeren. Want nu zitten er ook twee in, één om de LED te besturen en één voor de knop en de joystick. En dan voor de knop en de joystick, daar hebben we dan toch wel wat tijd in moeten steken van oké, hoe kunnen we dat fatsoenlijk laten werken totdat juist als je de joystick naar rechts doet, tot het op het beeld dan ook in plaats naar rechts gaat en niet tot je ene keer duwt en tot het oneindig keer naar rechts gaat. Met wie hebben jullie allemaal samengewerkt om dit te realiseren? We hebben met het Rusthuis Ludinaken en Laanaken samengewerkt en we hebben ook met de richting 7 TBZ op Sparrendal samengewerkt. Hoe verliep de samenwerking? Die verliep eigenlijk heel goed. Het idee om naar hier te komen is denk ik ontstaan van het school samen met onze ergodienst. Om de leraar zelf te laten ontdekken waar zijn onze bewoners mee bezig en wat kunnen we maken of waar kunnen we op werken. Zodat we iets afleveren waar effectief bewoners iets aan hebben. En daarom zijn ze hier een dag komen inderdaad meewerken of enquêtes afgenomen van wat interesseert u. En vandaar zijn die twee ideeën gekomen. Jullie zijn de tweede groep. Hoe steekt het project nu uiteindelijk in elkaar? We hebben een doos met versieringen erop van een bos en ook eventueel dingen die ze kunnen voelen. Maar erin zit een trilplaat die ze eruit kunnen schuiven op de school leggen van de patiënten en de mensen met dementie. Om die echt goed te kunnen stimuleren. En die trillingen gaan eigenlijk zorgen dat de mensen met dementie eigenlijk een soort hyperconcentratie gaan krijgen. Dat noemen we basale stimulatie. En deze concentratie gaat ervoor zorgen dat ze zich rustig en kalm kunnen houden. Maar het gaat er ook voor zorgen dat ze eigenlijk oude herinneringen terug boven halen. Waardoor eigenlijk hun dementie wordt afgeremd, zodat ze eigenlijk mentaal langer goed blijven. Heb je al een testfase gehad? Ja, we hebben de trilplaat zelf al een heel aantal keer getest en ook getest met hoeveel stroom het beste het kunnen doen, tot het niet te heftig wordt, maar ook dat je het wel nog genoeg voelt. Dat hebben we gewoon bij onszelf gedaan en bij andere leerlingen getest en een paar leerkrachten, hoe zij dat vonden en wat zij het meest aangename vonden. Wat vond jij het interessantste aan dit project? Ik vond het gewoon het onderzoeken en zelf ondervinden echt wel interessant. Gewoon het in theorie bedenken en dan naar praktijk proberen te brengen en dan ondervinden van tot iets niet gaat en hoe je het dan kan aanpassen en probleem zoeken en probleem oplossen. Dat vond ik echt wel interessant en chic om te doen. Waarom is het stimuleren van die zintuigelijke waarnemingen bij ouderen zo belangrijk? Mensen kunnen zijn verbaal niet meer goed, maar de zintuigen die blijven wel nog heel lang. We werken in onze dagelijkse werking ook met etherische oliën en dat geeft heel veel reacties. Als ik hier een appelsien aan het schillen ben bijvoorbeeld, dan gaat jij dadelijk, dat ruikt lekker en je begint dadelijk te lachen. Maar we kunnen hier niet de hele dag, of we kunnen hier het bos niet binnenhalen, dus binnen het thema bos, het roept herinneringen op. En door middel van die geuren te gebruiken, de geluiden van het bos, gaan ze terug meegenomen worden naar vroeger eigenlijk. Ja. Dingen wat we zo niet klaar krijgen vaak.